Hallo man, mijn naam is Kjeld en leuk dat je allemaal weer kijken en luisteren naar een nieuwe video. In deze video ga ik uitgebreid de laatste etappe van de Sentos Tour Down Under bespreken. Die ging van Unley naar Mont Lofty. Een lastige etappe met een circuit van een paar rondjes met daarin de Mont Lofty klim. 1,5 kilometer, 6,8 procent. We hadden Jay Vine in de leiderschouw. Die probeerde een 15 seconden voorsprong te verdedigen tegen zowel Jeet als Bilbao. Een behoorlijk gehad. van 30 seconden van de plek 2-3 op een... Nummer 4 Sheffield. Achter Sheffield staat er nog heel dicht bij elkaar. Dus er kunnen er nog veel veranderingen plaatsvinden voor plekken in de top 10 van het algemeen klassement. Gedurende de ontsnappingsformatie was Luc Pleb de renner die heel erg actief was. UAE probeerde ook renners mee te krijgen met de bewegingen die Pleb aan het creëren was. Jaco was vooral bezig met het controleren van de renners die in de ontsnapping gingen. Maar op een gegeven moment besloot Jaco toch een man mee te sturen. En dat was. Michael Matthews, die samen met nog vier andere renners in een groepje zat. Waar Matthews zelf de tussensprinten, punten pakte en ook de bonussen Maar die waren niet heel belangrijk voor het klassement, omdat Matthews al ver achter stond. Die groep met vier renners en Matthews bleef niet voor lange tijd weg, want die werden al vrij snel eigenlijk weer teruggepakt. Er bleef voor een groot deel van deze etappe een groep met renners vooruit. Het peloton die de tussensprint bonussecondepunten en ook de bergpunten pakte. Maar op een gegeven momenten, met nog ongeveer 30 kilometer aan, waren hun weer ingerekend. En dan hadden we een redelijk uitgedunte peloton. De enige ploeg die niet in dat uitgedunte peloton zat van ongeveer 20 renners was Ineos. omdat de heter een lekker band had of was ze gevallen. Maar Pleb was in ieder geval aan het wachten met nog ongeveer 14 kilometer op. Om dat punt te gaan. Verschillende ploegen kwamen ook naar voren in die laatste kilometers. Maar op een gegeven moment hadden we ook nog een, een valpartij met Milan Vader en uh, Mayer over. Jaco was met één renner tempo aan het bepalen. In ieder geval toen die renner uh, van Koppen uh, wegging. En toen UAE het overnam. Want die legde tempo niet heel erg hoog. Simon Yates was toen uh, de eerste die ten aanval ging. Fijn. En O'Connor konden hem volgen. Yates reed voor een lange tijd op kop in dat driemansgroepje Heel erg strak en een hard tempo om. Bilbao in ieder geval achter zich te houden. Zodat hij uh, tweede zou worden in het uh, klassement. Want Bilbao zat niet mee. En dat was, uh, denk ik, uh, was hij in uh, de tweede groep, het tempo aan het bepalen. Jay Fine die nam niet over. Wat uh, natuurlijk ook uh, goed recht is. En uh, ik had ook het gevoel bij O'Connor. Op het moment dat hij overnam, dat hij volledig uh, bezig was. Om uh, zoveel mogelijk tijd eigenlijk uh, te pakken op zijn uh, concurrenten in het algemeen klassement. Om zo wat plekken op te schuiven in plaats van uh, om die etappe te winnen. Jay Vine ging als eerste de sprint aan, maar Yates kreeg eigenlijk een perfecte aanloop in het wiel van Vine in deze afdaling, omdat Yates veel minder watts moest trappen dan Vine en Yates verslaten in deze etappe. Maar het is niet genoeg om iets te veranderen aan het klassement, want Vine wint de Tour Down Under met 11 seconden voor op Simon Yates 27, op Bilbao dan Sheffield op 57, Schmid op 58, O'Connor op 1 minuut 4, Biestrom 106, Tiberi 107, Ise de 1.13 en Kokaar dienden op 1.13. Als je zo kijkt naar top 3 in het eindklassement. Die ten opzichte van de rest toch een uh, aardige gat hebben. En als je ziet dan welke renners. ze Dat zijn Vine, Yates en uh, Bilbao. Dat zijn de echte klimmers. En dat had ik op voorhand in ieder geval niet verwacht. Dat hun uh, renners zouden zijn die aan het einde in de top 3 zouden staan. Omdat dit toch een parcours was voor meer renners. Zoals uh, Matthews of uh, Hater. Het was geen zwaar parcours. Want uh, Monteloft was uh, de enige klim als Finish, maar is ook geen zware slot als je dan uh, kijkt naar de percentage, dus uh, dat is op zich wel opvallend. Ik moet zeggen ook dat een uh, Vine en Yates uh, vooral op die beklimmingen gewoon heel erg uh, hard hebben gereden, echte van uh, de gelegenheid, uh, gelegenheid gebruik hebben gemaakt om daar juist de tijd te winnen op uh, de renners die niet per se de pure klimmers zijn. Ik ben heel benieuwd wat de volgende stap voor Jay Vine wordt, want de Santos Tour Down winnen is natuurlijk geweldig, maar het is geen Tirreno waar een Deel van de topklasse mentrenners die daar aan de start zullen staan. Dus voordat ik echt kan zeggen, hij kan een top 5 rijden. Of krijgt hij leiderschap met Almeida. Ja, dan moet ik nog maar wat meer zien. Maar dat neemt niet weg. Natuurlijk, dat het gewoon een hele knappe prestatie is. En ook natuurlijk goed die ervaring die hij nu al heeft opgedaan met het verdedigen van de trui, de stress die daarbij komt kijken. Natuurlijk. Dus die ervaring is gewoon zeer nuttig. Voor de rest van de grotere Eendagse koersen. Die hij nog gaat rijden voor de Giro. De punten-trui is voor Michael Matthews, vier punten voor op zijn ploeggenoot Simon Yates. Het Bergklassement is gewonnen door Mikael Onderree van IF. Het jongenklassement is gewonnen door Sheffield, tien seconden voor op Tiberi. En het ploegenklassement is gewonnen door UAE. Naast het winnen met Fine stond ze ook met Hirsi en Bennett gewoon heel goed in het klassement. In de voorbeschouwing op deze tour down under zei ik ook dat ik heel benieuwd was om te zien wat de renners kunnen doen in deze tour down. Under die voor het eerst komen kijken in deze race op Wultern niveau. En er zijn er voor mij toch een aantal positieve opgevallen. Ten eerste wil ik even noemen Penoir, Die heel erg sterker heeft gereden. Drie top 10 plaatsen. Biestrom is niet de renner die de eerste Wulterkoers heeft gereden in deze tour down under. Maar ik denk toen hij vaak werd gekoppeld aan Christoph. Dat hij wel redelijk onder schat is geweest en nu Christophe is weggegaan bij Intermarché kan hij wat meer voor zijn eigen kansen rijden. Maar ik had niet verwacht dat hij vijfde zou eindigen in de etappe naar de Corkscrew klim en ook vijfde in de etappe van vandaag. Allemaal bedankt voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker even de blauwe duimpje omhoog. Abonneer gelijk dan ook even hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te doen. Zo blijf je op de hoogte van de komende video's die online gaan komen. Vanavond, op het moment van uh, opnemen, startte uh, de Vuelta San Juan in uh, Argentinië. Toen een aantal toppers mee. Evenepoel, uh, Bernal, Jacobsen, Bennett. En uh, zo kan je er nog wel een paar noemen. Die koers ga ik uh, niet elke dag een uh, video van maken van de etappe. Maar wanneer de koers is. Geëindigd. Komt daar een uh, gehele samenvatting? Uh, ga ik die hele koersen bespreken? Alle etappes maar dan in uh, één video. En voor de rest van de week komt natuurlijk nog uh, Eredivisie-video's uh, online waar ik de speelrondes ga bespreken. En ook nog wel wat uh, andere afleveringen. Voor nu allemaal dus uh, bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Tot de volgende video. Laters.